U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland. In de loop van de ochtend breekt de bewolking en dan schijnt de zon van tijd tot tijd. Dat zal het meest gebeuren in het noorden en noordwesten van het land en voorzichtig in de loop van de dag dan ook op meer plaatsen. Het blijft wel droog. Vanochtend is het 7 graden en vanmiddag lopen de temperaturen wat verder op, wordt het in het noorden van het land 11 graden en in het zuiden plaatselijk 13. De wind is zwak tot matig en draait in de loop van de dag naar het zuiden tot zuidoosten. In de avond dan ook een paar opklaringen. Het blijft droog en de temperaturen liggen rond een graad of 9. Maar we zien wel de bewolking toenemen van het westen uit. En dat betekent voor komende nacht ook dat er wat regen gaat vallen en dat het niet al te veel meer afkoelt. Morgenochtend trekt die regen naar Duitsland weg, dan breekt vooral in het noorden van het land de zon weer wat vaker door. In het zuiden houden wolken nog wat langer de overhand. Het wordt 10 tot 12 graden: de wind draait naar het noordwesten en is matig. Woensdag dan meer ruimte voor de zon, temperaturen 10 tot 12 graden. En ook donderdag zijn dat ongeveer de temperaturen met wel weer wat meer wolken. Vrijdag is de wind weer wat aan het draaien en dan wordt het wat minder zacht, 8 tot 10 graden. Maar ook dan is het droog met van tijd tot tijd zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.